Hoeveel bootjes waren hier nou eigenlijk rond in Giethoorn? Nou, wel ongeveer 1000 bootjes. En je moet je voorstellen, dat waren mid jaren 90 waren dat nog allemaal benzinemotoren. En nu varen ze allemaal elektrisch. Kan dat nu al? Ja, dat kan zeker. Eigenlijk kun je dus wel stellen dat Giethoorn de bakermat is van elektrisch varen. En daar zijn we ook enorm trots op. Samen met de provincie hebben we daar ondernemers verleid. Eigenlijk ook een beetje gesubsidieerd om de overstap te maken. En je ziet dat heeft nu zoveel meer voordelen. Als je het hebt over duurzaam toerisme en leefkwaliteit, is dat helemaal mooi. En het is lekker stil op die boten, hè? Ja, dat is te gek. Want voorheen waren het altijd met speakers en met microfoon om de gids te kunnen verstaan. En nu kunnen ze het gewoon eigenlijk a cappella, kunnen de gidsen uitleg geven ons mooi dorp. A cappella, kunt u een stukje doen? Nee, dank u.